Het Nationaal Orgaan voor Accreditatie in Suriname, NOVA, heeft onlangs accreditatiecertificaten uitgereikt aan 8 opleidingen van 3 opleidingsinstituten in Suriname. Voor de Anton de Kom Universiteit van Suriname gaat het om de bachelor- en masteropleiding Psychologie, bachelor- en master Bedrijfskunde en de master Accountancy. Van het Elsje Vink Sanitjaar College COVAP de bachelor Health Management en van het Polytechnisch College de bachelor Food Technology en hoger laboratorium onderwijs. Deze opleidingen voldoen aan internationale standaarden. Trevolin Feurig, voorzitter van de Accreditatieraad, legt uit waarom accreditatie zo belangrijk is. Accreditatie is in principe een evaluatie van de opleidingen om na te gaan of ze voldoen aan internationale standaarden of standaarden die zijn opgesteld vanuit het bureau, de lokale standaarden. Lokale standaarden zijn natuurlijk gebaseerd op ook internationale standaarden, omdat het acceptabel moet zijn. Men moet het erkennen. En in principe kijken we als de instellingen doen wat ze zeggen dat ze doen. Dat is mede ter bescherming van de student of de afgestudeerde. Dus als je als instelling zegt dat je een bachelor degree aanbiedt, dan gaan we naar of het inderdaad het niveau heeft. En de Dublin descriptoren zijn in principe internationale leidraad om te kijken van is het nou een masterniveau, een bachelorniveau of hoger. Het geeft een beetje zekerheid aan de persoon die zich inschrijft bij zo'n instelling dat het niveau dat men zegt dat men aanbiedt en het programma inderdaad een conform de internationale standaarden zijn. Vooral als je wil gaan werken. Sommige bedrijven vinden van ze accepteren je als ze zeker zijn dat het inderdaad is wat je zegt dat je hebt. En voor verdere studie internationaal. We moeten niet vergeten evenwel dat een accreditatieuitspraak, een besluit, is een visitatiemoment. Dus een visitatiecommissie komt en kijkt of alles in orde is. Dat neemt niet weg dat je krijgt wel een accreditatiebesluit dat 6 jaar geldig is, maar men moet toch alert blijven om te kijken van handhaaf ik die standaarden, want vaak genoeg zie je dat men heeft een accreditatiebesluit, jippie. En dan vervalt men in een soort van, valt men in een soort slaap. Totdat er weer een accreditatiemoment is en dan wordt alles weer uit de kast gehaald om weer te voldoen. Dus het zijn natuurlijk de studenten die zo'n instelling op hun tenen houdt. Om in aanmerking te komen voor een accreditatiecertificaat, moeten opleidingen voldoen aan vaste eisen. We hebben verschillende accreditatieaanvragen die je kan doen. Je hebt opleidingen die in de wet is opgenomen dat een instituut dat wil beginnen met een opleiding moet eerst een toetsnieuwe opleiding aanvragen alvorens je zo'n opleiding kan aanbieden. De toetsnieuwe opleiding, daarvoor zijn er standaarden vastgesteld. En er komt een visitatiecommissie en die gaat na of je voldoet aan de standaarden. En bij een toetsnieuwe opleiding is het belangrijk dat je programma's, de eindtermen, dat alles met tenminste voor het eerste jaar helemaal uitgewerkt is, dat je ook al weet wie je docenten zijn, waar je docenten vandaan komen. En dat je financiële draagkracht hebt, want het is niet de bedoeling dat mensen worden ingeschreven en binnen een jaar dan zeg je van ik heb geen geld meer of ik kan het niet draaien. Dus de visitatiecommissie kijkt natuurlijk naar de uitvoerbaarheid van het programma en welke zekerheden zijn er dat het programma niet binnen een jaar stopt. Dan hebben we de bestaande opleidingen. Dat zijn opleidingen die al een afgestudeerde hebben. En die een accreditaties, de visitatiecommissie gaat dan ook kijken naar je alumni.
Want je zegt, ik leid studenten op om een bepaalde job te kunnen doen en een bepaald profiel. Dus dat betekent dan dat ze ook naar de alumni kijken van voldoen ze inderdaad wat je zegt dat ze kunnen en hebben ze dat profiel. En die geven dan feedback. Daarnaast maken we ook een onderscheid tussen de HBO en de universitaire opleidingen. Waarbij je dan de bachelor hebt HBO-lijn en je hebt natuurlijk de universiteitslijn. Dat is wetenschappelijk onderwijs. Het Bronsberg Natuurreservaat staat onder toezicht van de Stichting Natuurbehoud Suriname, STINASU, van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen helpt mee aan de structurele oplossing om te voorkomen dat het natuurreservaat wordt misbruikt door gouddelvers. Voor het ministerie van NH betekent het dat wij moeten zorgen dat het park vrij is van goudzoekers. Dus dat het natuurreservaat vrij is van goudzoekers. Hoe hebben we dat gedaan? We hebben, want kijk, het probleem is, dat u noemt bijvoorbeeld de tour operators. Die zeggen van, kijk, het is een goed ding voor Suriname, het is een van onze deviezenverdieners. Het is ook goed voor de biodiversiteit, voor de gezondheid van de Surinamer. Maar je hebt iemand die daar woont en die zegt van, oké, maar ik moet ook eten. Ik heb ook een gezin te verzorgen. Ik heb ook dingen die ik wil doen. Dus hoe breng je die twee dingen bij elkaar? Dat is de focus die we hebben gehad de afgelopen periode. En wij hebben dus de mensen gesproken, we hebben geïdentificeerd wie degene is die ze zou kunnen groeperen, kunnen ordenen, dat hebben wij gevonden. En die persoon hebben wij op een andere plek, wel in hun omgeving, maar ver van het park, hebben wij daar een concessie gegeven. Die persoon die gaat nu ervoor zorgen dat alle jongens die geregistreerd staan, die daar kunnen daar de goudactiviteiten onder bepaalde voorwaarden en volgens bepaalde regels voortzetten. Kijk, dat stukje behoud voor hun levensonderhoud, dat willen we ook garanderen. Het was een chaos, omdat je mensen van heen en verder kreeg, maar met die houden we geen rekening. Alleen de mensen die daar wonen, die van het gebied zijn, die kunnen daar in de concessie die is toegewezen, zorgen voor een stukje broodwinning voor hun gezin. Twee, NH die heeft de beschikking over bepaalde fondsen of toegang tot bepaalde fondsen die kunnen zorgen voor rehabilitatie. Omdat de aangetaste gebieden zijn lelijk. De toeroperators zeggen het ook, je hebt bijna maanlandschappen midden in het reservaat. Dus er moet een stukje rehabilitatie komen. Daar gaat NH samen met STINASU ervoor zorgen dat die middelen die er zijn gekanaliseerd worden naar rehabilitatie van het reservaat. Daarnaast willen wij als NH
hebben wij Stinazu of het ministerie van ROGB ook benaderd om een trainingscenter daar neer te zetten. Dat mensen van overal kunnen komen, ook goudzoekers, bedrijven, concessionarissen, om de rehabilitatietechnieken die daar worden toegepast, we hebben een beetje afgekeken bij Newmont bijvoorbeeld, ze hebben een techniek waarbij ze aan rehabilitatie kunnen doen zonder vreemde species te introduceren. Dat vinden we een heel mooi ding. We hebben een paar woudkenners en boskenners waarmee we, dus die we willen bijvoegen in dit project. Om ervoor te zorgen dat wij de rehabilitatie van die gebieden doen. En ook nog direct een knowledge center, training center daar neerzetten voor de kleinschalige mijnbouw. Dus dat, is de plannen, dat zijn de plannen die dus wij als NH hebben samen met ROGB. En die we op zeer kort termijn, als het kan, dit jaar nog willen uitvoeren. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen gaat voor behoud van de natuur. Wij gaan voor balans en dat betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat het natuur zoveel als mogelijk behouden wordt. Dit soort natuurreservaten en parken, dat is helder, dat moet vrij zijn van goudwinningsactiviteiten. En de gebieden waar er wel goudactiviteiten plaatsvinden, dat de balans tussen natuurbehoud, zo min mogelijk schade aan de natuur en economische activiteit, het winnen van goud, dat gebeurt. En dan hebben we het niet alleen over de kleinschalige mijnbouw, maar ook over de grote mijnbouwbedrijven, de middelgrote en de multinationals. En we moeten, als we een gebalanceerde aanpak willen hebben, als we een goede richting willen hebben, moeten we iedereen erbij hebben. Dus gemeenschap, u mag ervan verzekerd zijn dat wij als regering ervoor zorgen dat er een balans is tussen biodiversiteit behoud, behoud van onze natuur die ons alle dierbaar is, en economische activiteit uit de mijnbouwsector.